Bij de normalisatie van het onderwijsproces op maandag 21 februari zijn grote klassen verboden. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat er op bepaalde scholen klassen waren van 50 leerlingen. Leerlingen van deze klassen hoeven voortaan niet elke dag naar school. De bewindsvrouw zegt dat deze grote klassen nog zullen worden opgedeeld in twee groepen. De scholen zijn de afgelopen periode niet gesloten geweest. Dat wil zeggen dat we niet vanuit een nul positie beginnen. De scholen draaien. Het enige wat gaat gebeuren is dat die andere kinderen die niet mee mochten doen, nu, alle kinderen mochten meedoen, maar dat het aantal dagen dat ze naar school mogen, dat gaat drastisch verhogen. In sommige gevallen zal het 5 dagen zijn. In enkele gevallen zal het 4 dagen zijn. En het heeft vooral te maken met het feit dat er scholen zijn die kinderen in een klas hadden. Ongeveer 50 kinderen, 48 kinderen. En dat hebben we nou verboden. We hebben gezegd dat maximaal 24 op de lagere school een werkbare eenheid is. En dat gaat betekenen dat je op sommige hele grote scholen waarschijnlijk 4 dagen onderwijs zal hebben. Maar het is altijd nog veel meer dan 2 dagen. In die tussentijd kijken we naar mogelijkheden om meer ruimte te creëren, zodat alle kinderen 5 dagen naar school kunnen. Reshma Mangere, voorzitter van de Bond van Leraren, zegt dat ze klachten heeft gehad van enkele leerkrachten en ouders, omdat zij niet waren voorbereid op volledige normalisatie van het onderwijs. Deze klachten zijn volgens haar terecht, voornamelijk omdat er een ander kostenblaadje erbij komt kijken voor ouders. Maar de school was in feite al begonnen, maar je begrijpt dat het betekent weer extra geld, extra uitgaven, busgeld voor ouders om alle kinderen weer in school te krijgen. We moeten rekening houden dat ouders soms 1 en meerdere kinderen hebben. Dus als al hun kinderen nou tegelijk op school gaan en we weten het is midden van de maand, de schoolbus moet betaald worden, extra eten, extra drank, kleding. Dus met al die aspecten moet rekening gehouden worden. Ik heb begrepen dat per 1 maart schoolvervoer dus gratis wordt voor de kinderen. Dus het is nog geen 1 maart, dus we moeten zeker vanaf nu tot eind van de maand zien te overbruggen. Dus ik denk dat het ministerie wel met een oplossing gaat komen voor de kinderen die nog thuis gaan blijven vanwege de overvolle klassen. Mangere hoopt dat het ministerie doorgaat met vaccinatiecampagnes op school, zodat de groepsimmuniteit kan worden vergroot en zowel leerlingen als leerkrachten veilig zijn.